Welkom bij deze screencast voor MBR D2 OS 10 Mavericks. In deze screencast gaan we hoofdstuk 1 behandelen, de installatie en de initiële setup. De volgende onderwerpen komen aan bod: de interface, we gaan het hebben over de tijd in de regio, de systeemvoorkeuren, de optie About this Mac, we gaan kijken naar updates, hoe we software kunnen installeren en naar applicatie preferences. Maar we starten allereerst met de interface. Als je nog nooit eerder gewerkt hebt met OS 10, dan zal dat even wennen zijn, maar op zich valt het best wel mee. Er zijn niet zo heel veel veranderingen. Allereerst beginnen we met in te loggen op het systeem, waarbij we een gebruikersnaam en een wachtwoord opgeven om in te kunnen loggen op OS 10. Als het systeem geladen is, zien we een aantal zaken die misschien wat anders zijn en die je anders gewend bent als je bijvoorbeeld met Windows gewend bent om te werken. Allereerst de interface. Hieronder zien we een balk en die heet het dock. En in het dock vinden we een aantal applicaties terug, maar je kan er ook mappen in zetten. Hier rechts vind je een klein lijntje wat een scheiding maakt tussen de linkerkant, waarin we een aantal applicaties hebben staan, en de rechterkant waar je mappen kan plaatsen. Je kan een applicatie hier aan toevoegen, maar je kan hier ook een applicatie uit verwijderen. Dus als we gaan proberen om Photobooth te verwijderen, kun je het icoon aanklikken en vervolgens slepen we het uit het dock helemaal omhoog tot we een wolkje zien. Als we daarna loslaten, is het icoon verdwenen uit het dock. De meest gebruikte iconen worden in het dock geplaatst of staan daar al. Een ander menu-item is het Apple-menu hier linksboven. In het Apple-menu vind je een aantal zaken terug, waaronder het uitloggen van de huidige gebruiker. Maar we kunnen de machine ook afsluiten, restarten of in slaap plaatsen. Verder vind je hier een menubalk bovenin. In deze menubalk vind je de menu-items terug die horen bij de applicatie die op dat moment gestart is. Zo zie je dat bijvoorbeeld nu hier de Finder actief is, omdat deze vet gedrukt is. Dus al deze menu's horen bij de Finder. En de Finder is eigenlijk hetzelfde als in Windows de verkenner. Het icoon van de Finder vind je hieronder terug. Op die manier kan je door documenten en andere zaken die op de harde schijf staan, bladeren. De Finder kan je niet afsluiten. Deze is een onderdeel van de hele desktop, dus de Finder blijft altijd actief. Als we een andere applicatie gaan opstarten, bijvoorbeeld Safari, de browser voor internet, zien we dat het woord hiernaast nu vetgedrukt is Safari. Dus al deze menu-items die horen nu bij de applicatie Safari. Als ik weer op de desktop ga klikken, zie je dat de Finder weer actief is. Dit is een duidelijk verschil met Windows. Windows heeft altijd het menubalk die in het venster zit. En OS 10 die heeft dus de menubalk altijd bovenin en het venster is daar los van. Willen we Safari afsluiten, kan dat met behulp van dit rode bolletje. Maar je ziet dat de applicatie eigenlijk actief blijft. Dus het venster is wel gesloten, maar de applicatie Safari is nog steeds actief. Die kunnen we afsluiten door in het menu voor Safari Quit Safari te kiezen of de sneltoets Command Q. En daarmee is de applicatie dan echt afgesloten. Een ander stuk van de menubalk vinden we hier rechts, waar onder andere de tijd staat en de datum. Deze kunnen we eventueel aanpassen. Als we erop klikken, kunnen we kiezen voor analoog of digitale weergave, een klokje of dus digitaal. Maar we kunnen ook naar de time en date preferences toe. Hier kunnen we aanpassen wat de tijdserver is. Deze staat momenteel op Amerika. En die kunnen we gaan aanpassen naar de Europese tijdserver. De timezone zien we dat ook nog verkeerd staat. Deze gaan we aanpassen. Naar Rotterdam, Netherlands. En dan staat onze tijdzone ook goed.
Vervolgens kunnen we nog kiezen voor hoe we de klok gaan aanpassen. In dit geval staat er al geselecteerd dat het een 24 uur klok is. En ik vind het zelf altijd wel handig om ook bijvoorbeeld de datum te laten zien. Op die manier hebben we ook de tijd en de regio aangepast. Zoals je ziet gebeurt het eigenlijk in een venster dat heet System Preferences. En System Preferences ga ik nu hier even afsluiten. En ik laat opnieuw zien hoe ik daar kom. Want net zijn we er gekomen via de tijd en datum. Maar er is ook een icoon voor hier in het dock dat heet System Preferences. En met System Preferences, wat je kan vergelijken met het configuratiescherm van Windows, kun je allerlei zaken aanpassen met betrekking tot het systeem. Een andere manier om daar te komen is via het Apple menu, waar ook altijd de mogelijkheid zit om direct naar System Preferences toe te gaan. Je ziet dat de System Preferences is ingedeeld in een aantal lagen. De bovenste laag hier heeft te maken met persoonlijke instellingen. Zo kan ik ervoor zorgen dat mijn dock is ingesteld naar persoonlijke ideeën. De lagen daaronder hebben te maken met de hardware, met internet en met allerlei andere zaken. Deze zijn systeembreed en heel vaak heb je hier dus ook een admin paswoord voor nodig om dit te kunnen wijzigen. Helemaal onderin vind je nog een andere laag die te maken heeft met allerlei third-party applications. Ik heb expres een applicatie geïnstalleerd om deze te laten zien. Als er namelijk niets geïnstalleerd staat, zie je deze laag ook niet. Even een voorbeeld welke we kunnen wijzigen. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar het dock. Wat kunnen we dan doen? We kunnen bijvoorbeeld het dock groter of juist kleiner gaan maken. En als die dan zo klein is, is het natuurlijk moeilijk te zien welke applicaties daarin staan. Dus we kunnen de vergrootglas aan gaan zetten. En als we deze even op maximaal zetten, zie je ook het maximale verschil. Als ik nu met mijn muis over de applicatie ga, zie je dat deze automatisch vergroten. En op die manier kan je makkelijk een applicatie zoeken. Als ik deze weer wat minder groot zet, dan zal je zien dat het effect ook wat minder groot is. Daarnaast kan ik ook nog bepalen of het dock links in mijn scherm moet staan of misschien toch rechts. Ik zet hem even weer terug voor mezelf. Dit vind ik een prettige instelling. Met de knop Show All komen we weer terug bij alle System Preferences. En via System Preferences in het menu Quit sluiten we deze weer af. Om iets meer te weten te komen over de Mac zelf, kunnen we in het Apple menu kiezen voor About This Mac. We zien hier om welke versie het gaat. Het is OS 10 versie 10.9. Als we hierop klikken, zien we het beeldnummer of het serienummer als we nog een keer klikken. Als we nog een keer weer klikken, zijn we weer terug bij het versienummer. Merk op dat je hier vandaan ook de software update kan doen. Daar gaan we het straks nog over hebben. Verder zien we welke processor, hoeveel geheugen en wat de startup disk is. Als we klikken op More Info, krijgen we uiteraard meer info over deze onderdelen. Waaronder het display, de storage, met een verdeling over de soorten data en bijvoorbeeld over het geheugen. System information kunnen we hier op deze manier ook weer afsluiten. Als we updates willen gaan draaien, kunnen we dat op een aantal manieren gaan doen. Bijvoorbeeld vanuit het Apple menu, Software Update. We hebben eigenlijk net ook de mogelijkheid gezien om via About This Mac updates te kunnen doen. We zouden er ook voor kunnen kiezen om via System Preferences naar de App Store, de instellingen van de App Store en dan naar Show Updates te gaan. De laatste manier die je kan laten zien is om rechtstreeks vanuit de dock naar de App Store te gaan. En als we dan kiezen voor Updates, zullen we hier alle updates zien die je kan installeren. Door op de knop te klikken kan zelfs een normale gebruiker, dus zonder adminrechten, deze updates installeren. Je hebt er wel een Apple ID account voor nodig. Wat nu met andere software? Laten we een voorbeeld nemen. We gaan een pakket installeren en dat heet Handbrake. Handbrake is een pakket
een open source video transcoder zoals je dat nu al ziet, dat we kunnen gaan downloaden van het internet. Als we beginnen met downloaden, wordt het automatisch in de downloadfolder geplaatst en hier rechtsbovenin kunnen we zien hoe ver de download is. Door op het vergrootglasje te klikken gaan we direct naar de downloadsmap en kunnen we deze gaan openen. Safari even afsluiten. We zien dat het pakket geïnstalleerd is en ingepakt is in een zogenaamde DMG, een disk image. Door hier dubbel op te klikken wordt deze image gecontroleerd en vervolgens gemount op het bureaublad. We zien hem als een gemount item hier terug. De inhoud van deze DMG, van dit pakket, bestaat dus uit een folder doc en uit de applicatie Handbrake. Als we hierop klikken, wordt deze applicatie geopend. Tenminste, dat zou de bedoeling zijn. Maar we zien een melding die ervoor zorgt dat Handbrake gemaakt is door een developer die geen connecties heeft met Apple en geen gecertificeerd developer is, zeg maar. Dus we kunnen het op deze manier nu direct niet openen. Wat wel kan, is rechtsklik, open en vervolgens krijgen we dezelfde melding, maar wel de optie om deze alsnog te openen. Als we dat nu voor kiezen, dan wordt ervoor gezorgd dat de volgende keer deze melding niet meer komt. De applicatie wordt nu geopend vanuit de downloadsfolder. Maar dat is eigenlijk niet de plek waar we applicaties moeten gaan installeren en openen. Deze applicatie Handbrake zouden we dus moeten verplaatsen naar de map waar alle andere applicaties ook zijn. Dat kan op de volgende manier. Go. Applications. En we zitten nu in de map waar alle andere applicaties ook bevinden. We kunnen het Handbrake applicatie gaan kopiëren door hem te slepen naar de applicaties. En dan vanaf dit moment kunnen we Handbrake ook hier gaan openen. Er wordt een melding gegeven dat de applicatie gedownload is van het internet. Dan zullen we zeker weten dat we willen, omdat het potentieel een gevaar zou kunnen zijn. Kiezen voor automatische updates in dit geval. En de applicatie kunnen we gaan gebruiken. Zelfs al gaan we uit onze downloadsfolder de Handbrake volledig verwijderen. Eerst moet ik deze gaan ejecten. Dus unmounten. Komen we later op nog een keer terug. En in downloads kies ik ervoor om deze DMG te verwijderen. Handbrake staat nog steeds tussen de applicaties en kan ik nog steeds op deze manier opstarten. Handbrake, quit Handbrake en we sluiten de applicatie weer af. Elke applicatie die gestart is, heeft in het menu met de naam van de applicatie een zogenaamde menu, dat heet Preferences. Op die manier kunnen we de preferences van een applicatie gaan wijzigen. Ook de Finder heeft deze preferences. Zo kan ik bijvoorbeeld bepalen dat ook geconnecte servers een icoon gaan tonen op een bureaublad. De sidebar heeft een aantal mogelijkheden. Zo kan ik er bijvoorbeeld voor kiezen dat ik in de sidebar de map Movies wil laten zien. Deze komt dan hier tussen te staan. Als ik hem hier aanklik, zien we hier de map Movies erbij komen, die ik eventueel op een andere plaats kan zetten. Als ik hem weer uitvink, verdwijnt de map weer uit de sidebar. Als ik bijvoorbeeld Safari ga openen, kan ik via het menu Safari naar de preferences van de Safari zelf. En ook hier heb ik diverse mogelijkheden om wijzigingen door te voeren voor Safari. Dus elke applicatie actief is, heeft in het menu de mogelijkheid voor applicatie preferences.
En daarmee zijn we aan het einde van de screencast gekomen voor hoofdstuk 1.